Dit is João Pessoa in het Noordeesten van Brazilië. In deze tijd groeiden Paulo en Rieke op. Het is hier het heerlijke trog tussen de 24 en 30 graden. En dit is Quatro Woord bij Jereveen. Hier is het haast nooit tussen de 24 en 30 graden. En dat wie wel wennen. Já o ano passado já fiquei muito doente, né? Ficar doente duas vezes por mês, porque por causa do clima. E agora tô bem. Paulo Henrique zit dit seizoen duidelijk beter in zijn vel. Hij speelt meer en hij scoort geregeld. Fico feliz também quando faço gol, principalmente quando faço gol bonito. O time ganha os 3 pontos. A gente está bem agora no campeonato, estamos crescendo, dando sequência de vitórias. Estamos na Copa da Holanda também bem. Espero que meus gols, bonito ou feio, mas ajude o Heerenveen. In de 16 meter is Paulo Henrique nogal libbesgevaarlijk. En even trainer Trond Soljet kent de Braziliaan nog volle beter worden. De laatste tijd is veel beter en hij werkt ook harder. Voor het ploeg. En dan moeten wij hem gebruiken. Hij heeft potentieel als speler, maar hij moet veel werken met zijn mindere punten. Sim, é bom treinador, vem me demonstrando confiança nos treinamentos, me ajudando, mostrando como tem que fazer, corrigindo a hora de corrigir, tá elogiando a hora de elogiar. Estou feliz no trabalho, estou com vontade de treinar sempre, não tenho desanimação em treino, sempre buscando o melhor e graças a Deus vou continuar assim. Fans en trainer binnen blijft maar Henrique, maar even Soljet moet de Braziliaan zijn techniek wel verbeteren. Hij moet zijn techniek verbeteren, omdat hij kan fantastische dingen doen, maar zijn basistechniek moet hij verbeteren. Wat mankeert er precies aan zijn basistechniek? Zijn aanname. En daar kan hij misschien 50% verbeteren in korte tijd. Paulo Henrique zit in een flow, maar de oude gast wie het even mis. In november wie hij de nacht voor de wedstrijd komt hier let op stap en hij waartoe weer omzet naar het tweede team. Isso ficou para trás, né? Realmente foi uma coisa que não devia ter acontecido, mas dei a volta por cima, né? Voltei a treinar bem, voltei a jogar bem, então espero não repetir mais essas coisas. Paulo Henrique wil hem net meer oud-leader litten, want hij had grote ambities voor hemzelf en voor Sportclub Jereveen. Os objetivos, acho que não só do clube, mas meu também, né? Acho que dá pra gente conseguir esse título. Ter mais jogo contra o Folledan. Isso pela Copa, vai ser jogo difícil lá dentro. Mas a gente pode vencer sim. E aí, quem sabe, chegar na final. Aí chegou na final, aí pronto. A gente dá tudo pra conseguir título. E aonde vão essas ambições de você? O que você pensa fazer daqui por 2 ou 3 anos? Seleção brasileira é a minha meta, onde eu quero estar, né? Poder jogar pelo Brasil. Seu droom é a seleção, o nacional time do Brasil. Ja, mas daar loopt veel goede spelers rond. En zijn droom op korte termijn is de beker winnen met Heerenveen. Ja, dat is mogelijk. Maar eerst moeten wij de halve finale Volendam geslaan en dan zien we wel. Sim, né? Tem grande chance, né, de ganhar a Copa da Holanda, né? É título inédito. De ambitie is duidelijk. Een prijs pakken, dat wordt tijd voor de club die tot zo lang Boppe in Mei draait.